daar is Samuel en Ilano. En Ilano is Samuel voorbij gestoken, hoor. Goed over het eerste keer. Dat is een tweede ronde. Kijk, heel voorzichtig van de bocht wel. Mocht iets kunnen rappen, maar het is vrij goed. Dat was wel echt. Even gas geven. Ja, die durft nog niet. Lano, hoppla. Lano, die durft al wat meer gas te geven. Maar voor Remke is het tweede rondje, dat gaat het vrij goed. Dus de bocht neemt iets. Ah, kijk, dat gaat ook goed. Dat gaat samen wel opnemen. Ik doe deze kop om zich te laten dubbelen. Oh, die gaat terug weg. Hè. Dus, En daar komt onze Samuel. Het is spijtig dat ze zo ver in elkaar zitten. Hoe korter bij elkaar ze zijn, hoe interessanter het wordt om te rijden. Maar laat maar half toch wel. We doen de laatste drie rondjes, geen samen al twee. Ongeveer. Ja, ik denk dat het ongeveer om de 300 dat hij gepasseerd. Ik heb ook dat heeft heel veel gereest in Co al. Hè. Wat? In Co heeft hij al een paar keer gereden.
samen. Heel goed gedaan. Milano is nauwelijks ingelopen, zou ik zeggen. Nou, dan blijft hij wel te lang stil van hebben. Dan gaan ze een keer wegrijden. Ik ben benieuwd. Milano probeert hem om buiten te gaan, maar dat is een slechte beslissing. En daar is... Ja, toch. Ja, botsen. Maar dat mag niet. Blijft op de kalm bij. Ilias was zich nu al frustreren dat hij mocht rijden. Milano hem ingehaald, Ilias is echt een gekke. Samen Milano in handen. Ja, ik zeg, als Ilias was en Milano zou Ilias in handen, werd hij een gek. Dan was hij. Samen blijft gewoon rustig rijden, dus ik heb het gevangen. Stoppen met filmen, ik ga wat foto's trekken direct.